jullie? Mega leuk, kijk hoe schattig. En dit is gewoon helemaal afgelegen. Nice, helemaal ready. Maar het scheelt heel veel ruimte en je voorkomt gewoon dat je gaat proppen omdat je er niet goed bij kan. Nee. Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag en ik heb mijn werkdag thuis. Ik heb vanochtend lekker content geshoot en wat administratie gedaan. En nu ben ik een beetje op het punt beland dat ik van alles door elkaar aan het doen ben. Wasje erin gooien, lunch maken, kolven. Hou ik even een soort grote pauze. Gaan we in de namiddag weer verder. Ik wil jullie mijn outfit laten zien, want ik ben hier heel blij mee. Ik heb namelijk dit shortje en blouseje bij Shoei gekocht. Die hebben ze hier in Leerdam. En ik wist niet dat het zulke leuke dingen had. Maar ik vind het tegenwoordig in ieder geval echt mega leuk. Kijk hoe schattig. En dit is ook echt goede kwaliteit. Schijnt helemaal niet door. Ik heb hem ook in het zwart zelfs. En ik dacht, dan doe ik daar leuk deze sandaaltjes van Manfield onder. Die zijn echt al van 4 jaar terug of zo. Maar dat vond ik wel helemaal leuk staan. Gisteren hadden we echt een superleuk uitje als gezin. We zijn hier lekker in de buurt. We gaan fietsen naar een dorp hier verderop. En daar ontdekten we echt een mega leuke speeltuin. We wisten wel dat hij mooi lag. Maar het voelde echt gewoon als vakantie. Het was heerlijk. Dus ik ga jullie daar wat beelden van laten zien als eerste. Oh jongens, het lijkt wel alsof we op vakantie zijn. Het is hier zo schattig. Kijk daar verderop. Loopt Marco met een fiets. Daar is een speeltuin. Met een trampoline. En dit is gewoon helemaal afgelegen. Je moet hier ook wandelen in plaats van fietsen. Maar het is toch te schattig. 10 minuutjes fietsen. Oh, dit is zo ontzettend leuk. Ook een pontje. Echt heel erg leuk. En aan die kant een meertje. Ik hou hiervan. En het ligt ook een beetje in de schaduw, dus dat is ook fijn voor iets. Daar gaan ze hoor. Het pontje op. Zo leuk toch? Ja, net als bij Fien en Teun. Woehoe, daar gaan jullie. Ik hoop dat deze meid niet allergisch is voor poelen of hooikoorts heeft. Oh, nu gaan ze natuurlijk de zipline ook nog op. Oh, hij voelt zich hier echt zo vrij als een vogeltje, merk je aan alles. En dat snap ik ook wel, want deze omgeving lokt dat gewoon uit. Echt niet het idee dat ik in Nederland ben nu. Woehoe! Lekker picknicken. Mm-hmm. En jij ook lekker picknicken? Is je broodje lekker? Kijk nou, even. Die vrouw van de winkel gaf dus een hoortje. Dat komt helemaal goed hoor. Nu is ze verpest. Goed de randjes. En dan komen we thuis in een schoongewaakt huis. Want de schoonmaakster zijn net geweest. Hoe heerlijk is dat? Oh, ik voel me echt zo intens gelukkig. Eventjes mijn outfit van nu. Van vandaag. Ik draag echt niet vaak meer shorts. Maar op zich, deze zit gewoon mooi. En het was makkelijk met fietsen. Want ik vind dan, mijn rokken zijn eigenlijk allemaal midi of lang. Dus dat is heel handig. Even kijken hoor. Die zijn aan de plissé-gordijnen aan het trekken. En dit topje die ik nog had. Dat is een oude van Chiquelle. Nee. Kleine boef. Nee. Niet aan onze mooie gordijnen. Ik doe een stukje omhoog. Dat is beter, hè? Plus. En zo laat haar. Hey, die is van mij. Ja. Maar die is toch van Bing? Ja, die is van Bing. Maar de eentjes waren bij Sula. En dan neem ik je daarna weer gewoon mee naar vandaag. Tijdens mijn lunch bereiden, lunchen, kolvenpauze. Kijk ik trouwens het perfecte plaatje. Dit is de halve finale. Helemaal leuk. Ik ga genieten van een simpele tosti, maar net wat minder simpel. Ik heb kaas en kipfilet erop en we hadden nog wat
pesto over van een HelloFresh maaltijd. En dat is altijd heel lekkere pesto. Dus dat heb ik hier tussen gedaan. En het ruikt zo lekker. Ik moet hem even door midden snijden natuurlijk voor de look. Marco komt net thuis. Hij was namelijk even naar de IKEA gegaan om een deel wat wij per ongeluk dubbel hadden besteld. Of te veel hadden besteld van de tas te returneren. En om een heleboel bakken te bestellen die we als wasbakken en glasbakken gaan gebruiken. Glas, recycle of statiegatbakken. Ja, dat zal ik zo even laten zien. Maar hij ging ook om te shoppen, want we hebben overmorgen, het liefdesfeest van goede vrienden van ons. Ik noem het steeds liefdesfeest, ik krijg er wel vragen over, omdat zij het zo noemen. En ze zijn vorig jaar geregistreerd partners geworden. En dat willen ze gewoon heel graag uitgebreid vieren. Lekker eten, lekker feestvieren, dansen met hun familie en vrienden. Maar niet dus met een ceremonieel deel of zo, maar wel echt heel bijzonder. Dus we hebben er helemaal zin in. Dus vandaar liefdesfeest en niet bruiloft, want het is gewoon geen bruiloft. Maar Marco heeft een hele leuke outfit geshopt. Het thema is Bohemian Festival Wedding. Ik doe een hele toffe jurk aan. Ik heb nog twee opties eigenlijk. Ligt een beetje aan het weer. Die zal ik zo even laten zien. Misschien wel leuk. Dit zijn in ieder geval die bakken van IKEA. En ik dacht eentje voor beddengoed, eentje voor handdoeken en schoonmaakdoeken en dergelijke. Een kleinere voor onze wolwas en dan nog... En je hebt er nog twee, toch? Nog een grote. Ik heb er nog. Een grote voor witte was en lichte was bij elkaar. En kleur en donker bij elkaar. Dit is voor hier beneden. Ah, oké. Okay. Recycle gebeuren. Hoe gaat dit passen in onze kast? Dat gaat lukken. Oké, ook als we die kast in kast nog krijgen? Hm? Als we de? Kast in kast krijgen? Ja. Oké. Okay. Is goed. Smart. Top. Nou ja, in ieder geval handig dus, want dan kun je ze gewoon zo, zijn ze op elkaar gestapeld, dus dat is ideaal. En hier hebben wij momenteel gewoon dat we hier al het glas wat zowel in de glasbak moet als waar statiegeld op zit, gooien gewoon bij elkaar hierin en het werkt niet. Maar je shoppings willen we zien. Ja, goed dat je het vraagt, kom ik aan. Le Pans. Leuk. Zal ik ze eventjes aan doen? Deze. Kijk, mooi. Oh, ik zie nu pas de stof. Oh, het is ook echt zo'n niet-kreukstof. Mm-hmm. Ik vind het heel mooi. Best een nette stof. Ja, en net even wat anders dan dat beige of gelige, zeg maar. En ik heb ook echt gewoon door die winkel gelopen voor schoenen, ook echt met de broek eruit en dan... Ja, dat past perfect. Okay. Maar die kun je ook gewoon heel goed dragen bij iets anders. Ik vind ze echt mooi, van Manfield, toch? Ja. Oh, nu zie je het niet, maar die gespjes, die... Oh ja, dat is ook zo... Ja, heeft ze ook altijd net. Maar hier zit ook zo'n heel klein, zo'n relief van allemaal van die blaadjes. Ja, dat vond ik juist heel leuk, bij het thema ook. Ja. Dus zou ik het eens aandoen? Ja, dat is wel het leukste natuurlijk. Het lijkt me ook wel leuk. Even je kaartje wegwerken. Ik kom wel aan de andere kant, want nu hebben we het tegenlicht. Sta je lekker voor de wasbakken. Ja. En ik moet wel even andere sokken. Ja, nee, maar prima. Maar ik vind het heel leuk. Ja, toch? Leuk ook met die knoopjes. En dat kraagje. En die broek vind ik ook echt mooi. Ja, andere sokken inderdaad. Wel iets mooier. Maar het zijn wel echt... Ik had niet verwacht dat jij zo'n soort schoenen zou kopen. Maar ik vind het dus heel leuk. I like it too. Ja. Nice. Helemaal ready. Toch maar geen bretels dus. Nee, ik vond het vind ik ook niet pas hoor, bij deze. Nee. Wat lekker om zo lekker te laten hangen. Ja, anders past het ook niet, vind ik. Ik zou dus nooit nog wel misschien wel een ander klein detail iets leuks kunnen doen of zo, maar ik weet nog even zelf niet wat het is. Ik ook niet echt, want het is ook gewoon een halsje die, waar je niet een strikje of zo doet. Ketting, nee. Ja, dat kan. Nee, ik weet het niet precies. Eerder een armband of zo. Oh, maar die sluiting is wel ook mooi, mag je zien? Als je een keer iets erin doet, ja. Het is ook best mooi. Een hele nette broek. Ja, en fijn. Het is niet kreukelig. Nee. Mooi. Ik vind de lengte vind ik ook leuk. Ja, toch? Gewoon een beetje zo korter, ja. Ja, ik vond het juist ook wel heel leuk inderdaad. Gewoon voor je ziet, als dit gewoon dat je zo gewoon bij zo'n broek. Bij zo'n schoen. Ik had er bewust voor gekozen. Ik had ook eentje die was wat langer, maar dan denk ik, dan is het effect ook weer weg. Oh ja. Ja. Dus, I like these. I like it too. Ah, ja, nu zie ik mezelf ook. Ik zal mijn outfit zo even in de kast laten zien. Ik ga ze niet aandoen. Want ik heb even geen tijd. Maar ik ga wel laten zien tussen welke jurken ik twijfel. Maar ik wilde nu wat anders delen. Want ik kreeg net wat heel leuks binnen. Ik heb van een webshop die allemaal houten producten verkoopt. Ook van die sensory bakken en zo. Zoals deze, waar wij veel mee spelen. Maar ook een weekplanner. En wij wilden heel graag Anna meer betrekken in het inzichtelijk maken van de week. We hebben al van Love Every, dat Montessori merk, een heel cool bord. Maar die is eigenlijk vooral gericht op...
het weer en voorbereiden. Ja, heel algemeen, toch? Van thuis of niet thuis eigenlijk. En dat is het. Dus meer op het weer. Ook heel leuk. En dit is echt een weekplanner. Dus ik heb hem even voor vandaag ingevuld. Ze is nu naar de kindjes, zoals wij dat noemen. Als ze thuis is, mag ze altijd even tv kijken. Dan gaan we eten, dan in bad en dan slapen. Dus zo is ze zelf een beetje voorbereid op wat er komen gaat. En morgen is ze de hele dag thuis. Isa ook. En heb ik het wat uitgebreider gedaan. Nou ja, als ze beneden komt, dan kunnen we deze eraf halen. En dat wil ik dus samen met haar bespreken van, goh, wat hebben we al gedaan? Je bent al opgestaan, al wakker geworden. Je hebt al je kleren aan. Nu gaan we ontbijten, zeg maar. En dan halen we die twee eraf. Nou, dan zijn we hier. Ik vul ze ook een beetje in waarvan ik zelf denk dat werkt. Want ik zocht nog iets voor buiten spelen en ik ga deze gewoon voor buiten spelen inzetten. Zodat, vind ik voor haar wel belangrijk dat ze ook weet welk moment op de dag we dan naar buiten gaan. En ja, naar speeltuin bijvoorbeeld. Dan gaan we vaak ook even boodschappen doen. Eigenlijk is dit dus de hele ochtend. Maar die kan ik dus aanvullen zodra er punten voorbij zijn. En in het weekend heb ik hem nu bijvoorbeeld heel beknopt ingezet. Dat ze weet van, oh, ik ga naar opa en oma, daar ga ik logeren. Omdat wij dus die bruiloft hebben. En ik denk dat je hem echt op twee manieren kan gebruiken. Als eerste om in globale lijnen aan je kind duidelijk te maken. Zo zien de dagen in de week eruit. Zo weten ze een beetje waar ze aan toe zijn. Ik denk dat je dan juist eigenlijk je ook het liefst moet beperken tot bijvoorbeeld maximaal 4 pictogrammen per dag. Of je gaat dus meer inzetten op die dagroutine. Want er zijn ook, want ik heb hem wat uitgebreider, dus niet met de standaardkaarten, maar ik heb ook de dagroutinekaarten erbij en de feestdagenkaarten en zo. Zo kun je hem uitbreiden, kan je zelf kiezen. En dan kun je bijvoorbeeld ook zeggen, ik wil een keer oefenen dat mijn kind de hele ochtendroutine zelf doet. Dus dan heb je bijvoorbeeld een picto van opstaan, toilet, wassen, tanden poetsen, aankleden en ontbijten. En dan kun je bijvoorbeeld met ontbijt inzetten dat je samen de broodjes smeert of samen het ontbijt klaarmaakt. En de andere stappen je kind eigenlijk zelf laat doen, zeg maar, met enige begeleiding. En dat is gewoon heel goed voor ze, dat ze zelf een beetje al die stappen in hun hoofd krijgen qua volgorde. Het geeft ze ook veel zelfverzekerdheid. En ja, ik denk dat dat dus het fijnste is. Ik denk dat en een beetje lastig wordt. Dus ik moet er nog een beetje mee vogelen en aanvoelen wat te veel is en wat goed is voor Anna. Ik heb vooral behoefte aan dat zij ziet van wanneer heb ik schermtijd en wanneer niet en zo. Dus ik wil hem nu vooral voor activiteiten inzetten. Maar ik kan me voorstellen dat het ook heel leuk is om dus een keer in te zetten op zo'n moment van dagroutine, zelfstandigheid. Ik heb een leuke kortingscode. Mocht je benieuwd zijn, 10% korting. Ik zet hem hieronder. Als je het leuk vindt, kun je dus ook kijken. Ze hebben dus ook van die sensory speelbakken waar je magisch zand in kan doen. Of waar je bladeren in kan doen. Allerlei speelgoed wat je maar bedenkt, zeg maar. Een beetje Montessori-achtig ook. Heel erg leuk. Hierbij mijn opties. Deze had ik eigenlijk als eerste gekocht voor het feest. Kijk, die heeft een hele open rug. Dit is de achterkant. Voorkant ziet er zo uit. Het is ook wel flowy mouwen. Helemaal lang is die met zo'n strook. Dus ik vond deze ook wel helemaal een beetje boho vibes. En ik vind dat lurex draadje, dat wat een beetje glittert, heel mooi erin. Rood en blauw, een beetje verrassende kleurencombi. Dit is gewoon echt een prachtige jurk van Pom. Had ik in de sale gescoord. Hij heeft een onderjurk wat heel mooi is. Maar daardoor is hij, als het echt uiteindelijk zaterdag een benauwde dag wordt en je gaat dansen, is hij wel wat warmer. Ondanks de open rug. En dat dit wel redelijk flowy is. Hier zit toch ook zo'n voering in bij de mouw. Dus ja, dit is een optie als het meevalt met de warmte. Dan ga ik deze aandoen, want die vind ik wel het meest bijzonder. Maar anders heb ik gisteren bij Shoebi deze prachtige jurk gescoord. Die ook hartstikke mooi staat. Moet je meer aanzien. Maar hij heeft een beetje meer zulke fuchsia kleuren. Ook een leuk printje wat heel erg past in het thema. En flowy mouwen. Hier zit hij dan heel mooi in je taille. En dan poft dit eigenlijk een beetje. Nu hangt het. Maar dat hangt hier. Gaat dan een beetje plooien. En deze heeft ook een leuke onderkant met een strook. En die is voor wat korter dan achter. Staat ook heel leuk met sandaaltjes eronder. En daarachter zie je ook mooi dat hij dus getailleerd is. En deze heeft, zoals je ziet, één laag.
Dus die is gewoon wat luchtiger. Dus ik weet het nog niet zeker, maar het wordt sowieso een mooie jurk. En ja, wat ik ook kies, het gaat goed zijn. En ik doe lekker deze sandaaltjes eronder aan. Leuk, comfortabel, kan ik op dansen. Echt top. Kinderen zijn weer terug van de opvang. Wat doe je nou wel met dat? Wat doe je nou met dat? Je zei, die doet dan wel. Ah, kusje. Zoveel liefde en kwaad. Oh, dat armpje om je nek. Ik heb een aardappel geproefd. Ja, was het lekker, schat? Ja. Oké. We aten trouwens dit, dat was echt lekker uit de oven. Gaan we naar dit is toch te schattig. Ik wilde eigenlijk naar een nieuwe speeltuin, maar ook die ene met dat huisje waar we vorige keer waren, want die is hiernaast. Oh, dat is leuk. Met die soort, hè? Weet je nog welke ik bedoel dan? Ja. Ze worden zo groot als we al die bekers door hebben. Die rietjes bekers, die 360 graden bekers. We zijn toch beland bij een speeltuintje dat we al kenden. Want hier is lekker schaduw en uiteindelijk spreken die kleuren ook gewoon aan. Je hebt nu heel veel van die houten speeltuinen wat leuk is, maar ik merk op deze leeftijd dat dit ook gewoon echt nog goed werkt. Omdat ze ook gewoon voor heel veel dingen dan net te klein is bij die houten speeltuin, dat die wat meer open spel stimuleren, zeg maar. Dat ziet ze dan niet, of die stappen van boomstam naar boomstam zijn te groot, weet je wel. Dus eigenlijk is de afwisseling wel perfect. Anna doet ook een active painting, heb ik ook gedaan van de week met een vrijgezellenfeest. Oh, en deze verf, die heeft, dit is geen vingerverf, dus er blijft zo'n blauwe baas. Heerlijk, maar goed. Oké, even een update van de kast, want de bakken staan. Dus nu hebben we het gewoon zo gedaan. Bovenste is voor blikjes met statiegeld. Glas en grote plastic flessen met statiegeld. En gewoon glas. We zeiden al wel tegen elkaar, het is natuurlijk wel handig om er zakken in te doen. Dan wordt het minder plakkerig en dan kun je in één keer die zak eruit halen. Want je kan ze gewoon van elkaar stapelen en dan kan je de hele bovenkant eraf halen. In plaats van dat je hier stuk voor stuk eraf moet halen natuurlijk. Maar het scheelt heel veel ruimte en je voorkomt gewoon dat je gaat proppen omdat je er niet goed bij kan. Je kan er gewoon goed bij. Dus dat is echt top. En hier op zolder is het ook echt fantastisch in het washok. De bovenste is voor wol, is dus een wat ondiepere dan wit en licht, kleur en donker, beddengoed en handdoeken en schoonmaakdoeken. We moeten alleen nog even iets met een magneetje of zo doen, dat je de klep ook open kan laten staan. Want ja, of gaat er misschien er een bol achter? Want ja, die doeken die doen we er natuurlijk vaak vochtig in. Heb ik nog niet echt een oplossing voor. Maar het is in ieder geval een topsysteem. De laatste tijd vlog ik wat meer sporadisch en ik merk dat dat me eigenlijk beter bevalt. Het werd een beetje verplicht om, ja, iedere dag of zoveel mogelijk dagen een paar fragmenten te filmen. Maar heel vaak kwam het er dan op neer dat ik op een dag echt 2 fragmenten filmde. En ik merk dat ik het fijner vind om dan 1 of 2 dagen te kiezen waar ik gewoon meer vlog. En de andere dagen het soort van niet in mijn hoofd te hebben. Ook omdat ik het gewoon niet iedere dag dat ik met de kinderen ben fijn vind om tegen een camera te praten. En al is het maar een paar minuten. Ja, ik weet niet. Dus voor mij werkt dat dan toch wat minder goed dan bijvoorbeeld Instagram, waar ik wat fotootjes maak. En die 's avonds kan delen met wat context bijvoorbeeld van de dag. Dat voelt wat minder intruding dan in camera, waarvan bijvoorbeeld Anna ook heel erg merkt dat ik er tegenaan klets. En ze dan echt zoiets heeft van die camera praat toch niet terug. Dus ja, ik hoop dat het voor jullie niet zoveel verschil maakt en dat het gewoon leuk was om te zien. En dan zie ik je graag weer in de volgende video. Doei doei!